Gaan we meteen beginnen met een hele impertinente vraag. Wie is er geboren voor 1974? Ah, zie je niet zoveel dertigers hier, hè? Wie is er geboren tussen 75 en 79? Tussen 80 en 85? Nou, tussen 86 en 90? Na 1990? Nou, dan heb ik een hele gemêleerde zaal, dat is goed. Want zelf word ik volgende week 40. Ik ben loopbaanadviseur geweest en van huis uit psycholoog. En kruip de laatste jaren steeds meer richting de filosofie. En bij mijn doelgroep viel dat niet zo goed. Want mijn eerste onderwerp, daar liep iedereen vooral in de vluchtige media lekker mee weg. Het dertigersdilemma, het klinkt ook zo lekker. Ik zal jullie straks, want er zijn hier wat ouderen ook in de zaal, kort even vertellen wat dat dertigersdilemma nou precies inhoudt. En of het bestaat of niet. En of het een luxeprobleem is of niet. Maar in ieder geval, ik zelf schoof steeds meer op richting de filosofische kant. Want ik word zelf 40, dus... Leuk nieuw onderwerp, de zin van het leven. Nou, dat vond mijn doelgroep vond dat helemaal niks. Want dat was te vaag, te zweverig, te diep. Maar goed, we zitten hier bij Brainwash, bij Human. Dus ik hoop dat geen enkel onderwerp hier te diep is. Ga ik namelijk een volgende impertinente vraag stellen. Of misschien eigenlijk een beetje een tricky vraag om te stellen. Wie beschouwt zichzelf leek op het gebied van de filosofie hier in de zaal? Wie weet er een beetje iets van? Wie zegt ik ben goed onderlegd? Oké. Nou, dat is mooi. We hebben dus een geïnteresseerde zaal en jullie weten bijna niks. Dus ik kan jullie alles wijsmaken. Maakt niet uit meer wat ik nu zeg. Nee, kijk, Alain zegt het zo mooi wat zijn passie is. Mijn passie eigenlijk is, en dan pin ik mezelf heel erg vast, maar ik ga het toch even doen en straks nuanceren, het existentialisme. Waarom? Ik vind dat het existentialisme van het firmament is verdwenen en totaal ten onrechte. En dat ga ik uitleggen. Ik doe meteen ook twee heftige stellingen. Het dertigersdilemma bestaat misschien wel, maar het is slechts een verschijningsvorm van een existentiële crisis. En het tweede is, wij zijn allemaal, of we nu geloven in een god of niet, onbewust toch religieus. En daarmee bedoel ik, wij geloven, en wanneer het bewust is, is dat prima, maar vaak is het helaas onbewust, toch in een bepaald grondbeginsel, in een bepaalde religie. En ik zal straks vertellen wat ik met die religies bedoel. En daar heb ik ook een probleem mee, want naar mijn idee zijn die te veel onbesproken en opgelegd en opgedrongen en te weinig van onszelf. Nou, terug naar dat dertigersdilemma. Ik was zelf nog jong. Ik ging werken als loopbaanadviseur. Ik kreeg veel jonge dertigers aan tafel. Eigenlijk twintigers, dertigers, jonge, hoger opgeleide. En die hadden in die tijd, en dan heb ik het over eind jaren 90, begin 2000, last van een aantal dingen. Keuzestress, het streven naar een perfect plaatje, hoe het leven eruit moet zien. En eigenlijk een soort vervroegde midlife crisis. Een is dit alles gevoel op je dertigste. Vandaag zeiden van, ja, vertel ook eens iets over die keuzestress. Want wat mijn verhaal eigenlijk is, is dat die keuzestress, dat is slechts een verschijningsvorm van die existentiële twijfel. En het is niet interessant voor de hele zaal hier om het puur op die dertigers te spitsen. Want we hebben hier twintigers, dertigers, veertigers, vijftigers en ouder in de zaal. En keuzestress kan in principe natuurlijk voor iedereen gelden. Waarom was het voor dertigers zo acuut op dat moment in hun leven? Omdat de keuzes waar zij voor stonden, een baan, een relatie, een woonplaats, groot lijken. En daardoor is, als je keuzestress ervaart op grote onderwerpen, is de stress misschien ook groter dan wanneer je als 70er, 60er denkt van, jeetje, vroeger was het simpel, twee pakken wasmiddel en nou weet ik er niet meer wijs uit. Dat is misschien minder acuut dan wanneer je bij het kiezen voor een partner last hebt van keuzestress. Maar het fenomeen is hetzelfde. Want wat gebeurde er in de wetenschap precies toen ik eind jaren 90, begin 2000 een beetje de vinger begon te leggen op dat gevoel van keuzestress onder de dertigers, werd er in allerlei andere wetenschappen opeens onderzoek gedaan naar die explosieve hoeveelheid keuzemogelijkheden in het leven. Er verscheen in Nederland van het Sociaal Cultureel Planbureau een rapport dat heette de Meerkeuzemaatschappij. Maar ook in het buitenland deden economen, psychologen allemaal onderzoek naar keuzestress. En waarom? Tot op dat moment had de wetenschap eigenlijk altijd aangetoond dat het aantrekkelijker is om een vrije keuze te hebben dan voor een voldongen feit gesteld te worden. Maar waar had onderzoek nooit rekening mee gehouden? Tegenwoordig eigenlijk bespottelijk. Dat er misschien ook wel een maximum dan zit aan het aantal opties waarbinnen het dan nog lekker is om vrije keuze te hebben. Er zijn heerlijke experimenten gedaan die goed tot de verbeelding spreken waaruit dat blijkt. Zoals het jampotjes-experiment. Veel mensen kennen het al. Twee onderzoekers zeiden van, weet je, we gaan dat gevoel nou eens onderzoeken. Klopt het echt dat te veel opties keuzes belemmert en dat dat een naar gevoel geeft? Op twee willekeurige zaterdagen maakten ze in een delicatessenzaak een uitstalling van potjes jam.
Op de ene zaterdag waren dat 6 smaken en op de andere zaterdag waren dat 24 smaken. De randvoorwaarden waren verder totaal hetzelfde. Je mocht naar dat standje lopen, je mocht jam proeven. Er was geen maximum aan hoeveel je mocht proeven. En dan kon je met een coupon tegen korting een potje jam aanschaffen. Nou, wat gebeurde er? Op de zaterdag met de 24 smaken zag het zwart bij het standje. Veel drukker. Er werd ook meer geproefd. Maar op welke zaterdag werd er meer gekocht? Op de zaterdag met de 6 smaken. En wat zeiden onderzoekers? Waar ligt dat aan? Mensen raken in paniek. De geanticipeerde spijt wordt groter bij meer opties. Dat wil zeggen de spijt die we verwachten te zullen gaan ervaren als we uit al die opties wellicht de verkeerde kiezen. Maar het wordt ook gewoon voor het menselijk brein te ingewikkeld. Je wil graag af kunnen strepen. En het verschil tussen kersen en aardbeien is duidelijk. Maar abrikoos champagne of abrikoos perzik, dat wordt gewoon te ingewikkeld. Maar het voert verder. Te veel keuzes beïnvloedt ook ons functioneren. Ze deden een onderzoek bij studenten en die hadden of de opdracht om... Je kon voor extra studiepunten, dus het was facultatief, voor extra studiepunten een essay schrijven. En je kon uit 6 opdrachten kiezen, 6 onderwerpen. En een andere groep studenten kon uit 30 onderwerpen kiezen. Nou, wat bleek? Niet alleen kozen de studenten in de setting van 6 onderwerpen vaker ervoor om dat essay voor extra punten te schrijven. Maar beoordeeld door een objectief panel was de kwaliteit van de essays van de studenten die in de groep zaten van de 6 onderwerpen onomstotelijk ook beter. En dat was dan zo objectief mogelijk gedaan. Dus de structuur, de opbouw, de inhoud, de feitelijkheden die weer waren gegeven enzovoort. En dat was door een panel van 20 mensen beoordeeld. Dan de studenten die hadden gekozen uit die 30 onderwerpen. En daarvan zeiden psychologen en onderzoekers ook, ja, we kunnen niet precies de vinger erop leggen. Maar alleen al het feit dat al die andere onderwerpen bestaan, maakt het voor ons ingewikkeld. Nou, wat zeiden de onderzoekers en wat zeggen wetenschappers? Herbert Simon zei al in de jaren 60, je moet satisficer worden, je moet gewoon strepen en krassen. Barry Schwartz heeft een prachtig boek geschreven, The Paradox of Choice, Why More is Less. En wat zeggen zij eigenlijk? Word satisficer. Maak minder keuzes en maak het voor jezelf simpeler. Leer te downgraden enzovoort. Maar wat is daar het moeilijke aan? En dan leg ik de link eigenlijk naar mijn passie. Daarmee ga je voorbij aan een onderliggend fenomeen. Want waarom is het zo verdraaid moeilijk om satisficer te worden? Omdat je in basis uiteindelijk niet weet waardoor je gedreven wordt. En een tijd lang heb ik zelf als psycholoog vastgezeten in het hoekje van, oké, je moet dus op zoek naar jezelf en naar authenticiteit en je moet weten wie je bent en wat je wilt. Totdat filosofen in Nederland mij om de oren sloegen en zeiden, weet je Nienke, dat is een onzinconcept. Ware authenticiteit bestaat niet, je bent nooit echt jezelf. Je bent altijd alleen maar jezelf bij de gratie van je omgeving. Dus ik ging dieper graven. En wat kwam er uit mijn onderzoek? Want ik heb midden jaren 2000 heb ik een onderzoek gedaan onder meer dan 2000 hoogopgeleide dertigers in Nederland. En daar werd dus onderzocht, die keuzestress, dat streven naar het perfecte plaatje. Maar stiekem had ik ook al een gevoel dat dat zingevingsaspect daar ook een rol bij speelde. En wat bleek nu? De scores op de vragen gaven aan uiteindelijk hoeveel last hebben mensen nou van dat dertigersdilemma. En dan moet je eigenlijk zien hoeveel twijfel, hoeveel onzekerheid, hoeveel stress. De top 10 van hoogst scorende stellingen, daar werden nummer 1 tot en met 6 allemaal bezet door stellingen uit de zingevingsschaal. En heb je dus over rationele, hoogopgeleide dertigers. Hun ergste problemen waren dus, steeds vaker denk ik na over de zin van het leven. Ik vind het belangrijk me spiritueel verder te ontwikkelen. En eigenlijk, als je achteraf bekijkt, is het natuurlijk een open deur. Want als je op het hoogste niveau geen idee hebt waar je het allemaal voor doet, dan is het ook natuurlijk lastig om op praktisch lager niveau keuzes te maken voor een baan, een partner, kinderen enzovoort. Maar ja, als ware authenticiteit niet te bereiken is en we de zin van het leven niet kunnen kennen, wat dan? Mijn probleem is dat, hoewel er geen antwoord is, nadenken over de grootste vragen van het leven toch van groot belang is. En dat we met z'n allen in de westerse wereld heel erg zijn verleerd om langer dan een paar seconden stil te staan bij die grote existentiële vraag. En dan kom ik bij mijn tweede stelling over dat we allemaal onbewust toch gelovig zijn. Het is vloeken in de kerk, maar naar mijn idee zijn de filosofen zelf ook voor een groot deel schuldig. De huidige, hedendaagse, moderne filosofische stroming is eigenlijk het pragmatisme. Want filosofen hebben lang nagedacht en gezegd, er is geen antwoord, dus zoeken naar de zin van het leven is zinloos. We doen gewoon wat werkt. Dat is pragmatisch. Dat is nu in de mode. Maar filosofen weten dat. Die hebben gedurende hun opleiding daarover nagedacht en hebben besloten, mijn persoonlijke antwoord is, er is geen antwoord, dus ik ben pragmatist.
Jan met de pet buiten op straat heeft van dit hele voortraject geen idee. En toch wordt hij op dagelijkse basis gevoerd met hele pragmatische antwoorden en oplossingen vanuit de maatschappij. En pragmatisme is niet de enige religie die heerst. We hebben het consumentisme, het materialisme, het individualisme. Maar ook mensen die zich helemaal storten op de bio- en de eco-hoek of de duurzaamheid hebben onbewust ook weer een soort religie. En wat ik dus probeer te zeggen is, laten we met z'n allen blij zijn met die momenten in het leven, namelijk de puberteit, de quarterlife crisis, het dertigersdilemma, de midlife crisis, de endlife crisis. Want dat zijn momenten dat je brein aan jou probeert te vertellen dat hij niet meer helemaal zeker is wat de koers nou is die we varen en wat is mijn kompas nou. En ook al is er geen antwoord, dat het toch beter is om daar dan over na te denken dan het antwoord van een ander te adopteren. Als ik tegenwoordig in de politiek Mark Rutte wel eens hoor praten, denk ik, nou, hij doet het prima, maar hij leidt Nederland zoals hij Unilever graag had willen leiden. Dat is prima als dat je keuze is. Maar niet iedereen die in Nederland leeft en toch meegaat en ook naar de stembus loopt, is zich daarvan bewust. Wat is jouw grondhouding eigenlijk? Wat is jouw diepste overtuiging van waaruit je wil handelen? Als ik bij BNR drie bollebozen hoor praten over dat de Chinezen eraan komen en dat als we bij willen blijven en mee willen doen, dat we toch een tandje bij moeten zetten en dat het om de welvaart te garanderen, denk ik, wat is welvaart? Moeten we niet aan welbevinden denken? Dat is mijn boodschap voor vandaag. Koester die momenten van existentiële crisis, omarm ze, diep ze uit en zoek naar jouw eigen grondhouding en basisprincipes van waaruit wil jij handelen. Dankjewel.